Madeleine Meppelink is een voormalig topbeachvolleybalster. Ze deed 3 maal mee aan de Olympische Spelen en werd 2 keer Europees kampioen. Maar zoals veel beachspelers en speelsters is ze in de zaal begonnen. En speelde ze bijvoorbeeld samen met Laura Dijkema bij het Duitse team uit Emlichheim. In een interview met RTV Drenthe zei ze het volgende over waarom ze toch liever op het zand staat. Mijn mond was iets te groot, denk ik, voor de zaal. Ik had iets te vaak ruzie met de coach. Ik vond het vooral heel erg moeilijk dat de coach heel erg bepaalde of je speelde of niet. En ik dacht van ja, als ik gewoon kaart train, dan verdien ik om te spelen. Dus met beachvolleybal speel je altijd, dacht ik, nou, is mooi meegenomen. Kijk je nog steeds zo naar... Ja, absoluut. Dat was, die grote mond zit er nog steeds. Dus nee, ik vond het echt... ik vond het tactische spel ook heel leuk. Het gewoon het allround moeten zijn. Het veel dingen, ja. En ook eigenlijk de momenten waarop het niet lukt. En dat je eigenlijk misschien een zaalrace al gewisseld wordt. En dan in het zand sta je daar gewoon. En je moet het oplossen. Met z'n tweeën oplossen. Ja, dat zijn wel de momenten die extra kicken zijn als het lukt. Dus ze doen ook extra pijn als het niet lukt. Maar het waren wel echt momenten die je dacht van wauw, het is gelukt. We hebben die wedstrijd zelf omgedraaid. En wat is dan voor jou een van de hoogtepunten uit je carrière? Veel meegemaakt, veel partners. Ja, ik vind dat is een antwoord, de vraag die ik vaker krijg. En ik vind het moeilijk antwoord te geven. Maar als ik dan kijk, zijn er 2 momenten die me echt heel erg bijblijven. En de eerste keer was de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Mijn eerste Olympische Spelen voor Londen. Toen speelden we in Moskou. We hadden het continentale toernooi verloren. En toen moesten we nog een week langer blijven in Moskou. Nou, dan moet je eerst je visum verlengen. Ik heb heel Moskou gezien. En we kwamen op plekken waar je dacht, oké, dat was heel interessant. En uiteindelijk gewoon geld onder de tafel schuiven en toen werd die verlengd. Ja, oké. Ja, ja. En, maar ja, ondertussen hadden wij een trainingsdag verloren. Dus we dachten ook nog dat het een soort tactiek was van de Russische teams. Want dat was eigenlijk onze grootste concurrent. En ja, toen kwalificeerde ons en ik weet nog steeds dat het was een soort systeem. Dus ik moest wachten tot het andere team ons hielp te kwalificeren. En toen zagen we op een gegeven moment onze coach uit zijn dak gaan. En toen dachten we, oh, we hebben het gehaald. Dat was heel bijzonder. Maar het EK, ja, de EK-titel in eigen land, voor eigen publiek, voor familie en vrienden. Dat is ook echt wel een heel hoogtepunt. Speciaal moment. Ja. Je bent nu actief in een functie bij de FVVB, de Internationale Volleybalbond. Vragen we zo naar. Maar we zitten hier ook aan tafel met trainers. Heb je ooit trainersambities gehad? Nee, niet echt. Eerst als speler zei ik altijd nooit. Dat ga ik echt nooit doen. Maar ik merk wel dat zeker op een gegeven moment, ja, als je ouder wordt. Ik hoorde je net zeggen van in dit team zitten hele oude spelers, zijn allemaal boven de 30. Nou, dat vind ik categorie val ik ook. Maar je gaat ook meer in een coachende rol. En je ziet nu Katja, Sam en Reijsen Schoon doen het heel goed. En ik heb daar de afgelopen jaren heel veel mee getraind. En als een oudere speelster krijg je ook bijna een coachende functie op dat moment. En dat vond ik toch ook wel heel erg leuk. Dus voor nu zeker niet. Maar ja, ik ga niet zeggen dat ik nooit een keer als coach in een rol kom te zitten. Okay. Het zou wel goed zijn. Er zijn veel te weinig vrouwen. Ja, dat is die coach. Ja. Jolijn ook later? Ik zou het niet uitsluiten, maar ik zou het ook niet gelijk willen nu. Eerst maar eens lekker spelen. Eerst spelen. je bent nu dus voorzitter van de FVVB, dus de Internationale Volleybalbond, van de atletencommissie. Kun je een beetje vertellen over die rol? Ja, het is best wel een bijzondere rol. Ik had het er net over, het is vroeg ze, oh, dus dat is je fulltime werk? Nee, het is vrijwillig. Dus het is heel intrigerend. Ik ben er een beetje ingerold omdat ik op een gegeven moment vond dat we te weinig naar ons geluisterd werd als spelers bij het beachvoetbal. Toen heb ik een vakbond opgericht, de Internationale Vakbond. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En op een gegeven moment kreeg ik een brief van president Mr. Grassa. Welkom, je bent atletencommissielid geworden, dus uit het niets. Ik dacht, oké. Dus blijkbaar hadden we toch weer een iets te grote mond, die ze liever binnen hun eigen organisatie wilden. En afgelopen jaar heb ik ook wel de beslissing genomen om uit de vakbond te stappen, omdat het gewoon echt en te veel werk werd en ook een conflict werd. Maar ook omdat ik gewoon merk, gewoon, ja, binnen de FVB willen ze ook wel heel graag. En dat is iets wat wel spelers heel vaak vergeten. Het lijkt net alsof iedereen ons tegenwerkt en alles doet alsof we het minder voor ons doet. Maar iedereen in die bonden, die werkt gewoon het 40 uur of meer. Mm-hmm. Nou, bij de FVB, zeker in de algemeen directeur, nou, die werkt echt 24/7. En dat doet hij allemaal voor de liefde van de sport. En ze bedoelen het allemaal goed. Maar waar ik net ook zei, het gaat heel vaak mis op communicatie. Ze communiceren niet met de spelers. En dat is echt iets waar ik
ja, me heel erg sterk voor maak van jongens, maar je moet uitleggen waarom doe je iets? Waarom verander jij iets? En inderdaad, er zitten heel veel grotere beslissingen achter. Dus ook voor de Nederlandse Volleybalbond. Ze zullen vast een waarom hebben, maar hoe goed komt die bij jullie terecht? En dat is een, ja, toch een probleem in de sport. Vaak ook tijdstekort, ook veel vrijwilligersfuncties, zeker in de sport. Voor mijzelf ook. Dus er zitten ook limieten aan. En het is heel intrigerend, maar ik maak me hard voor alles, voor indoor en beach. Bij indoor is de kalender heel belangrijk onderdeel, de belasting van spelers. Combinatie Eredivisie en nationale teams of nationale competitie en nationale teams. Ja, en dat gaat tot echt internationaal niveau. We hebben dus bijvoorbeeld, zetten we calls op met alle VNL-captains. Met alle WK-captains van de mannen hebben we ook een call gehad. En dan proberen we te luisteren, wat zijn jullie problemen, maar ook uit te leggen waarom dan bijvoorbeeld bepaalde keuzes worden gemaakt. En ook... Dus nu bijvoorbeeld al aangegeven binnen de VNL, er is te veel reistijd, het zijn te veel speeldagen. En dan zeggen we ook van oké, we luisteren naar jullie. Maar nu zeg ik ook tegen FVB, jongens, want volgend jaar kan niet meer veranderen. Dat ligt allemaal vast. Mm-hmm. Dus dat moet je al gaan uitleggen. Wij moeten ook uitleggen dat als wij nu feedback krijgen van spelers, dat dat pas over 2 jaar kan veranderen door het grote systeem. En als je dat nooit gaat uitleggen, dan gaan mensen het nooit begrijpen. En dat is wel, denk ik, ja, de grootste uitdaging. Ja, dan blijf je 2 jaar lang in onbegrip van, we hebben dit aangegeven, maar waarom is dat deze zomer niet anders? Ja, en dus wij moeten ook soort van onderwijzen van, jongens, er is meer erbuiten. Er zijn meer partijen die hier beslissingsrecht hebben. Maar daarom kunnen we wel bijvoorbeeld VNL, Bologna was een van de kritiek, was gewoon echt dat sporthallen echt vies waren. Ja, dat kunnen we volgend jaar wel veranderen. Mm. Dus dan moeten we daarnaar luisteren, maar ook uitleggen dat het schema niet kan veranderen. En bijvoorbeeld het WK-schema waar je nu ziet dat de dames... Ja, ik ben de tel kwijt hoeveel wedstrijden. Ik had met Anne Buijs er ook over. En die zei, het is echt niet normaal hoeveel wedstrijden wij spelen. Maar dat gaat wel veranderen. Er is straks 1 schema, zelfs voor mannen, vrouwen. En dat wordt wel verbeterd. Maar ja, dat gaat dan weer later ingevoerd worden. Dus veel uitdaging wat dat betreft in deze rol. En wat is het voornaamste punt waar jij je hart voor wil maken? Wat ligt jou dicht bij het hart? Voor mij, wat ik zelf persoonlijk heel erg dicht probeer te zeggen, is altijd... wij hebben het altijd over atleten. Maar ik heb altijd gezegd, ik ben een mens dat atleet is. En ik ben iemand die als mens blij wordt als ik studeer, als ik me ontwikkel buiten het veld. En ik heb mijn eigen carrière heel erg moeten vechten om het begrip te krijgen van mensen om me heen. Dat ik energie haal uit extra dingen doen, dan alleen maar op het veld staan. En dat is denk ik iets wat ik in de sport en ook bij het NOC-NSF zeg. Is van zolang jullie alleen maar ons bepalen als atleet. Dan denk ik, we moeten eigenlijk in mijn visie, soort van visies, een beetje groot woord. Ik zou heel graag willen zien, wij willen betere mensen maken. En daardoor krijgen we betere atleten. In plaats van alleen maar atleten. Want ik snap ook heel erg als je de visie hebt, ik wil een beter atleet maken. Dat je het dus hebt over rust. Krijg je wel genoeg rust als je gaat studeren? Krijg je wel genoeg dat... Maar ja, als ik gelukkiger ben als mens, ben ik waarschijnlijk ook gelukkiger op het veld. Dus dat is waar ik me echt, die visie hoop ik een stiekem een klein beetje te veranderen. Oké, okay. Maar dat is ook gisteren, als ik het goed heb, ben je afgestudeerd? Ja. Cum laude? Ja. In masters, kun je het specifiek noemen? Business administration. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Applaus waard. En is dat dan, maar dan ben ik wel benieuwd, is dat iets wat je nu hebt kunnen doen doordat je daar meer tijd aan kon besteden? Of had je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen toen je nog speelde? Nee, ik ben begonnen toen ik speelde. Maar echt aangegeven van jongens, ik heb het gedaan dus tijdens de Olympische Spelen. Ik heb het wel even rond de Olympische Spelen stopgezet tijdens Tokio. Maar in dat jaar ben ik begonnen. En ik merkte juist dat ik echt heel veel energie uithaalde. Dan kwam ik thuis en dan was het niet van oké, ja, ik ben dus niet iemand die dan echt binge-watch Netflix. Af en toe doe ik dat wel, maar vond ik het heel leuk om juist te studeren, mezelf te ontwikkelen, uit te dagen. En ik denk dat ik daardoor in dat jaar ook zeker een betere atleet ben geworden. Oké. Okay. Je rijdt zometeen richting het WK voor de wedstrijd Nederland-Italië. We nemen dit voor de wedstrijd op, dus we kunnen je prognose gaan testen. Wat denk je dat de uitslag wordt? Oh ja, ik ben wel een patriot. Ik wil graag dat Nederland het goed gaat doen, maar ja, ik heb ze ook tegen België gezien spelen. Ja. En toen dacht ik, ja, we komen toch op een bepaalde manier nog kwaliteit tekort. Ik denk toch bang dat het 3-0 voor Italië gaat worden. Dus ik vind het wel jammer. Ik hoop wel 3-1 of in ieder geval puntjes meepakken voor die volgende pool. Dus ik ga gewoon heel hard juichen straks. Andere mensen aan tafel, wat denken we dat de uitslag wordt? Nou, Italië gaat niks prijsgeven, want die willen het volle aantal punten in die volgende ronde hebben. En die gaan het zeker niet aan Nederland prijsgeven. En
Die hebben de hele week een beetje lopen klooien om een beetje in het toernooi te groeien. Maar Egonu die is vanochtend aangezet, denk ik. En die vuurt vanavond. Ja, een paar ballen naar de grond meppen. Ik denk dat ook wel richting dat wordt, helaas. Maar het zou leuk zijn als ze een setje kunnen pakken. Dat zou ik mooi vinden. Erwin? Ja, 3-0 zal het zo gewoon zijn. Terwijl ik ze wel veel meer gunnen geef. En laat ze dan in ieder geval maar bezig zijn om te groeien in het toernooi. En te kijken waar je dan terechtkomt. Maar ja, voor vandaag, jammer. Mark? 3-0 winst voor Nederland. Goed zo. Mooi zo. Tot slot, Madelijn, wie wordt wereldkampioen bij de dames? Oeh. Ja, dat... Nou ja, ik denk dat je Italië heb je nog wel... Ja, ik denk dat die er wel in kan groeien. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Brazilië zien spelen en mijn vriend komt dus uit Brazilië. Dus ik word soort van gedwongen om ook voor Brazilië. Dus misschien nog Brazilië, maar ik weet niet of ze het gaan redden op kwaliteit. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Wij wensen je veel succes met je verdere carrière naast het veld. Madelijn Meppelink, beste mensen.